Lijmend been van Willem Elschot beschrijft de niet zo heel erg mooie wereld van het tekstschrijven. Kantoorklerk Laarmans wordt ingelijfd door Boorman, een man die vooral heel veel geld wil verdienen aan mensen, ook als hij ze daarvoor een reeks verschrikkelijke teksten moet verkopen. En dat doet hij. Soms gaan daar mensen een beetje aan kapot. En dan zijn we inmiddels in het been, het tweede deel. En daarin proberen ze het min of meer goed te maken wat er in deel 1 is veroorzaakt. Maar of je dat nou voor jezelf doet of om een slachtoffer vooruit te helpen, dat kan je je afvragen. Kantoorscène. Na de middag kregen wij het bezoek van een chic heertje dat per auto gekomen was. Hij bekeek de gang, zag dat er directie op de eerste deur stond en ging ongevraagd het kantoor binnen. Als één die wist wat hij wou. Ik achter hem aan, nog net op tijd om hem vanuit de hoogte aan Boorman te horen vragen: uw oplage? Hij stond kaarsrecht met zijn hoed op en een notaboekje in zijn hand. En al droeg hij wapens noch uniform, toch zag hij er verduiveld gevaarlijk uit. Boorman, die doende was geschikte adressen op te zoeken voor een nieuwe tocht, keek even op en verzocht hem een stoel te nemen. Het heertje keek vluchtig ons kantoor rond en ik zag dat zijn blik een ogenblik op het bord rustte, dat de bezoekers die voor zaken klopten verzocht in godsnaam beknopt te zijn. Komen er werkelijk wel eens uit eigen beweging? Grijnsde hij. Nooit, verzekerde Boorman. Wat Willem Elschot als geen ander beschrijft, is de onmogelijkheid van waarachtige communicatie tussen mensen. Zelfs als mensen willen communiceren, gaat het bijna altijd mis, omdat je iets anders zegt dan wat je bedoelt of omdat een ander er iets anders in hoort. In Lijmend been schrijft hij niet alleen daarover, maar ook nog plaatst hij dat alles in een context van tekst. Het boek gaat over het produceren van tekst en daarmee iets beogen bij de lezer, iets anders dan de lezer denkt. Wat ook heel erg in Lijmend been zit, is het thema van een actief soort slachtofferschap. Mensen zijn nooit alleen maar zielig bij Elschot. Ze hebben er daadwerkelijk op aangestuurd, deels, soms bewust, soms onbewust, om dingen zo ver te laten komen. Het is nooit zwart-wit. En dat vind ik heel erg leuk.